Welkom terug op mijn YouTube kanaal en welkom bij een nieuwe video. In deze nieuwe video ga ik mijn tassencollectie aan jullie laten zien en ga ik alles uit mijn tassen halen. No shame girl, inlegkruisjes, alles komt voorbij. Maar in de 15 of zo tassen die ik heb zit natuurlijk allerlei troep en ik ben echt een verzamelaar, dus ik gooi alles in mijn tas en vervolgens haal ik nooit de bonnetjes of zo eruit. Dus leek me leuk om er een video over te maken. Om mijn tassencollectie te laten zien. Wil ik me even verontschuldigen voor dit gezicht. Ik heb geen make-up op omdat ik, ik weet niet, verkeerde foundation heb gebruikt. En ik heb allemaal uitslag op mijn gezicht. Dus ik wilde mijn huid wat laten ademen. Dus sorry voor dit aardappelengezicht. Deze tas is van, of ja, rugzak is het eigenlijk. Is van Primark en deze heb ik heel vaak bij als ik een dag wegga en ik ga bijvoorbeeld naar een pretpark of zo, dan wil ik niet mijn dure tas meenemen en dan neem ik deze altijd mee. Hij heeft voor heeft hij een vakje, een elastiekje, die ben ik altijd kwijt, dus deze haal ik eruit en die doe ik in mijn la. Mocht ik er een nodig hebben, dan pak ik hem dan alweer. En een typisch damesdingetje. Ja, een inlegkruisje. Die laat ik maar gewoon lekker zitten. En dan gaan we door naar het grote vak. Ja, hij is van binnen gewoon echt helemaal zwart. En hier staat dan het op dat het van Primark is. In mijn grote vak zitten momenteel zakdoekjes en een pen. Ik weet niet eens of deze pen nog schrijft. Oké, hij doet het dus nog wel, maar heb ik deze nodig? Ik denk het niet. Dus die gaat eruit. Deze zakdoekjes, altijd handig. Die laat ik erin zitten. Maar die ga ik ervoor in doen. Deze rugzak is trouwens wel ideaal. Want je kan hem hierachter ook gewoon verstellen. En volgens mij was deze 13 euro of zo. Dus hij is goedkoop en hij is echt super handig. Dus ik raad deze wel echt aan. Als ze hem nog verkopen. Ik durf het niet 100% zeker te zeggen. Maar als ze hem nog verkopen, dan zou ik er echt voor gaan. Dit. Dit is mijn strandtas. Of was mijn strandtas. Nee, eigenlijk is. Want ik had een andere strandtas gekocht. En die is in Spanje weer kapot gegaan. Dus ik heb geen strandtas meer. Dus nu heb ik alleen nog maar deze. Er kan niet, ja, er kan niet heel veel in. Hij is van binnen best klein. Hij is ook al flink gegaan. Want er zijn hier wat van die bolletjes, van die versieringen zijn eraf. En hij heeft zijn beste tijd gehad. Maar en we zijn weer terug. En batterij heeft het begeven. Dus nou mijn logeertas voor als ik een avond bij Mitch blijf slapen. En er zitten verschillende vakjes in. Want eerst heb ik hier het allergrootste bak. En daar zit in, dat is dit. Oh, Zonnatura Crunch. Oké. Ik weet niet waarom dat daarin zit, maar maakt niet uit. Wat zijn dit? Oh, dit zijn hooikoorts tabletjes. Die heb ik nou niet echt meer nodig, maar die laat ik er maar gewoon lekker in zitten. En tandpasta. Ik gebruik bij Mitch altijd tandpasta die Mitch bij hun thuis heeft. Dus deze kan eigenlijk wel hier blijven. Dus deze laat ik er allebei uit. En verder is deze leeg. Deze haal ik gewoon elke keer leeg. Omdat hier mijn onesie en zo natuurlijk in zit. En die heb ik gewoon door de rest ook nodig. En oh, in het achterbak zit eigenlijk nog wel van alles. Hier zit nog één chili doekje in. Vind ik fijner dan zeep. Dus en dan heb ik nog niet één, niet twee, maar drie face masks. En deze zijn eigenlijk best wel fijn. Deze heb ik gekocht bij de TK Maxx. Die laat ik er ook in zitten. Oh, en dan heb ik nog een bubble mask. Bubble mask van Spa Life. Deze is, dit is niet echt mijn favoriet. Deze gaat schuimen wanneer dat je deze opdoet en het masker activeert door erop te wrijven. En dan krijg je allemaal
een soort van zeepbubbeltjes. Maar ja, het komt echt overal. In je ogen, in je mond. En het is gewoon onhandig. Dus ik ga deze wel opgebruiken. Maar ik zou hem niet opnieuw kopen. En dan is deze huge tas leeg. Dit is ook wel een tas die ik regelmatig gebruik. Deze tas is ook van Michael Kors. Deze heb ik gekocht in de outlet van Roermond. Maar deze is dus ook op zich best wel groot. Hij is wel lekker stevig. Er kan veel in. En hij ruikt naar leer. En ik vind leer gewoon lekker ruiken. Ik weet niet of ik daar de enige in ben, maar goed. Hier zit toch wel het een en ander in. Even kijken. Zakdoekjes. Altijd handig. Een pen. Aangezien ik deze tas toch wel regelmatig bij heb, laat ik de pen er maar gewoon in zitten. Maar ik heb ook nog twee andere erin zitten. Ik weet niet waarom. Misschien omdat dit eerst mijn werktas was. Ik laat er gewoon eentje in zitten. De andere twee pennen gaan eruit. Oortjes, altijd makkelijk. Er zijn niet de fijnste oortjes, moet ik heel eerlijk zeggen. Maar als ik ze even snel nodig heb, dan zitten ze in mijn tas en dan zijn ze voor mij prima. Dan paracetamol. Nou, geloof mij maar, met fibromyalgie heb je er eigenlijk aan 3 niet eens genoeg. Maar voor nu, deze blijft. Ik wist niet eens dat deze erin zat. Een winkelwagenmuntje van het bedrijf voor dat ik heb gewerkt. En smintjes. Lekker laten zitten. Ook deze tas. Deze tas is zo stevig dat het een beetje lastig is om allemaal te laten zien. Maar deze tas heeft ook een zijvak met een rits. En twee losse vakjes. En die zijn in mijn geval niet leeg. Wat is dit? Oh. Oké. Okay. Een kabeltje. Ik weet alleen begon niet waarvan. Maar goed. Deze haal ik er maar uit. Is deze voor mijn telefoon misschien? Ik heb ondertussen een andere telefoon. Dus ik weet niet of deze nog gaat passen. Nee, deze is te klein. Ik weet wel dat deze op mijn camera past. Dus misschien gebruik ik hem daar maar voor. Omdat ik toevallig gisteren nog aan het klagen was dat er geen HDMI-kabel bij zat. En ik denk dat deze wel past. Dit is een tas waar misschien wel het meeste in zit. Want deze tas heb ik eigenlijk de laatste paar weken / maanden altijd bij. Deze tas is van Ted Baker. En hij heeft een heel mooi strikje met een rosé-gouden versiering. En ik ben echt een Ted Baker meisje. Ik hou van Ted Baker. Niet altijd, want soms is mijn stijl echt totaal anders. Deze zakdoekjes moeten nog terug in mijn andere tas. Ik ben een beetje aan het slapen, sorry. Ik begin een beetje moe te worden. Dit is de binnenkant van mijn tas. Dus zoals jullie kunnen zien, zit er genoeg meuk in. Als eerste, is dit een bon die ik moet bewaren? Nee. Dit is een bonnetje van de TK Maxx. En weg. Wat is dit? Dit zijn al mijn afspraken bij Revalide. Dit was van 1 week. Oh nee, dit is niet van 1 week. Maar ze zijn ondertussen weer wat verschoven. En ik heb ze eigenlijk allemaal in mijn agenda staan. Dus deze kan weg. Nog een bonnetje. Verrassing. Dit is van de Albert Heijn. Weg. Nog een bonnetje van de Action. Een schriftje. Oh, een schriftje voor bij Revalide. Ik ben natuurlijk nou voortaan alleen, omdat Mitch weer is werken. Ik moet gewoon met mijn geheugen wat vaker dingetjes opschrijven, omdat ik ze anders gewoon echt vergeet. Dus vandaar een schrift. Met daarbij natuurlijk een bonnetje. Een pen. Dus deze moeten sowieso in mijn tas blijven zitten. Weer een bonnetje. Dit is van de TK Maxx, maar dan een pinbon. Handshell heb ik erin zitten voor na het fitnessen. Want ja, ik ben toch een beetje een smetvrees typentje af en toe. En mensen die zweten en dan aan die producten, of aan
aan de producten. Aan de apparaten zitten vind ik niet zo heel fris. En anders wordt deze eigenlijk ook bijna nooit door mij gebruikt. Dus ik denk, ik gooi hem in deze tas. Dus die gaat er dadelijk weer terug in. Zakdoekjes. Een USB-stick met hele mooie steentjes erop. Deze heb ik echt al vanaf de middelbare school. En iedereen was altijd jaloers op deze USB. En iedereen wilde hem altijd lenen. Deze zit in mijn tas voor als ik bij Mitch echt moet gaan editen. En ik krijg mijn video's niet overgezet. Want dat is nog wel een probleempje met deze camera. Maar het kan ook gewoon aan mij liggen. Omdat ik nergens geen verstand van heb. Ik heb parfum. Deze is van Jimmy Choo Blossom. Ik heb deze in Spanje gekocht. Omdat ik dacht dat ze deze in Nederland niet hadden. En omdat het daar tax-free shoppen was. Maar het blijkt dat dat eigenlijk helemaal niet zoveel heeft geschuld. En dat ze hem gewoon hier in Nederland ook hebben. Dus een beetje een miskoop, maar hij ruikt wel lekker. En die blijft in mijn tas zitten. Shocker. Oké. Een leeg, kapot zakje. Heeft waarschijnlijk een broodje in gezeten. Dus eeuw. Weg. En een haarelastiekje. Ja, mijn haar is nou niet lang genoeg om op een staart te doen. Maar wie weet komt dat wel weer. Dus ik laat hem er gewoon in zitten. Oh, dit is een track and trace code van een pakketje dat ik had verzonden. Kom weg. Nog een bon van de Jan Linders. Weg. Man, hoeveel zooi kan een mens in een tas hebben. Oh, dit is nog een afsprakenoverzicht van Revalide. Kom weg. Een bonnetje van de Kruidvat. Een bonnetje van de Leenbakker. Oh, van mijn kussentjes. Die jullie niet kunnen zien. Maar ik hier wel heb liggen. Ik heb daar deze kussentjes gekocht. En ik vond ze eigenlijk wel heel leuk. Je ziet het bijna niet op camera. Op camera lijken ze heel licht, maar ze zijn juist heel donker, een beetje bordeauxrood. En aan de voorkant hebben ze een mooi werkje erin en aan de achterkant zijn ze gewoon glad. En deze heb ik gekocht omdat Mitch het fijn vindt om een extra kussentje te hebben. En toen heb ik er maar gewoon meteen twee gepakt, want ze waren toch maar 3,5 euro. En ze zijn echt super zacht en ze liggen heerlijk. Dus moet je kussens hebben, ga naar de Leenbakker. Haha, niet gesponsord. Deze weer daarheen. Terug naar mijn tas. Deze tas voelt nou echt gewoon al een kilo lichter met al die spullen eruit. Ik denk dat het vooral de parfum is, maar anyway. Oké. Dit is wel beschamend eigenlijk. Dit is weer een TK Maxx artikel. En ik ga een serie over TK Maxx artikelen maken. Maar ik moet mijn eerste video nog opnemen. Deze heb ik gekocht in de TK Maxx in Duitsland. En deze was 15 euro. En het is gewoon een legit Calvin Klein sport-BH'tje. En hij zit echt heerlijk. En de prijskaartjes zitten er nog steeds aan. Omdat ik voornamelijk mijn sport-BH aan heb. En ik heb pas geleden bij de Timco ook heel veel BH's gekocht. Van hele goede kwaliteit. En daar heb ik ze ook een beetje gekocht op. Dat ik ze op dit moment met de pijn op mijn borst kan dragen. En hij zit nog steeds in mijn tas. Van toen ik hem heb gekocht. En dat is 2 maanden geleden of zo. Maar ik wil deze dus wel gaan dragen. Dus de kaarsjes ga ik er afknippen. En deze ga ik in mijn la leggen. En we zijn nog steeds niet klaar. Er zit nog een labello in. Ik weet nog niet wat ik hiermee ga doen. Dus ik leg hem er eventjes bij. Waarschijnlijk belandt hij gewoon weer in mijn tas. Even realistisch gezien. Dit is een bonnetje van. Ook de Albertijn kan ook weg. Nog een bon. Deze is van 23 augustus. Zo erg is het. Nog een afsprakenoverzicht van Revalide kan ook weg. Oh, het valt gelijk op de grond hier. Heerlijk. Een bonnetje van. Oh, dit is het bonnetje van de Timco. En deze ga ik bewaren. Want daar ga ik een video over maken, denk ik. Maar weet ik nog niet zeker. Maar ik bewaar hem voor de zekerheid nog wel even. Oh, een bonnetje van de Ethos. Een bonnetje van de Ethos? Wanneer ben ik bij de Ethos geweest, joh?
Oh, ook 23,8. Oké. Okay. Kan weg. En dit is van de Phone Store. Oh, deze tas is echt mijn hemel. Oké, dus het grote vak is nou leeg. In dit kleine vakje hier aan de zijkant zitten alleen ook hooikoorts tabletjes. En dan dat elastiekje. Oké, we hebben nog een zijvakje. Een bonnetje van de blokker. Van een badspons die ik heb gekocht. Nou, die kan sowieso wel niet meer terug, al wil ik het graag. Dus een inlegkruisje. Oh, deze is echt helemaal gevouwen. Maar dat maakt niet uit, laat ik gewoon zitten. Kan ooit van pas komen. En maandverbandzakjes, die laat ik ook gewoon zitten. En mijn portemonnee. Deze portemonnee heb ik van Miss gekregen. Is ook van Michael Kors. En ja, waarschijnlijk ben je er al achter gekomen. Maar ik ben gewoon echt een Michael Kors freak. Maar hier zitten dus mijn pasjes in. Mijn CZ pas zit hierin. Nog steeds een giftkaart van de VVV. En oh, twee. Ik weet niet eens of hier nog iets op staat. Maar je kan ze ook bijna nergens meer inleveren. Naar mijn idee. Dus ze zijn een beetje een pain om vanaf te komen. Maar ach. En nog nou misschien 30 cent aan losgeld. Mijn pinpas en mijn ID. Oh, ik moet mijn rijbewijs nog terug in mijn auto leggen. Maar mijn ID. Ik heb zo'n hoesje van AliExpress. En die kan je openschuiven. En daar zit dan in dit geval mijn bankpas. En mijn ID zitten erin. Super handig, want mijn telefoon heb ik dus altijd bij. Dus heb ik mijn bankpas ook altijd bij. Want toen ik nog geen hoesje had voor deze telefoon. Ik wilde per se zo'n hoesje. En AliExpress kan nogal lang duren voordat het binnenkomt. Vergat ik altijd mijn pasjes. Dus ja, als je snel pasjes vergeet, raad ik jou zeker deze aan. Ze zijn misschien 2 euro. Alleen verzenden duurt wat langer. Maar deze hoesjes hebben ze in de telefoonwinkel nergens. Want daar heb ik eerst naar gekeken. Maar ja, oh, bijna mijn telefoon aan mijn hand. Maar goed, tophoesje dus. Zitten mijn belangrijkste pasjes in. En dan is deze tas leeg. Maar ik moet hem een keer leeg schudden. Want ik weet niet wat er met deze tas is gebeurd. Welk vrouw. Oh, er zit nog een bonnetje. Oh, dit is van mijn. Oh ja, dit is van mijn kapper. Kan ook weg. Oké, maar deze tas ga ik dus eventjes. Er zit echt van alles zit erin. Het is gewoon vies. Dus deze ga ik straks. Deze ga ik dus echt omkippen. Ik weet niet of dat je het kan zien. Ja, dat zijn labeltjes hoor. Dat is geen viezigheid. Maar dat aan de linkerkant is wel allemaal viezigheid. Dus dat is wel echt nodig om deze dadelijk eventjes ja, uit te kloppen. Maar dat doe ik straks buiten wel. Dus ik laat van live van nu alles weer eventjes terug erin wat er in moet. Pen. Paracetamol. Die doe ik daarbij. Spintjes. Ik kom bij mijn elastiekje. Een winkelwagenmuntje. Altijd handig. Mijn hand sanitizer gaat bij mijn medicatie. Want ik wil niet dat mijn hele tas onder komt te zitten als de dop losschiet. Mijn parfum gaat er terug in. Het bonnetje van de Timco laat ik op mijn make-up tafel liggen. En de Labello, ja. Ik doe hem maar gewoon terug in. Let's be real. Wat was dit? Bonnetjes van de Kruidvat. Uit welke tas heb ik deze gehaald? Oh, dat was toen ik jullie de kussens liet zien. Nou, die kunnen in ieder geval weg. Oké. Weer een tas uitgemest. Dan naar de volgende. Weer een tas met een verhaal. Deze tas heb ik gekocht bij de TK Maxx. En dit is ook gewoon een echte Michael Kors tas. En deze zit ook
ramvol. Maar ik vond het wel gewoon, ik weet niet, grappig om Michael Kors bij TK Maxx te zien. Dat had ik nooit verwacht. En op dat moment was ik ook echt nog op zoek naar een kleine zwarte tas. En toen kwam deze op mijn pad. Dus het heeft gewoon zo moeten zijn. Maar goed, nu. Wat erin zit, dus hij zit echt ramvol. Oké. Om te beginnen met een brief van de Belastingdienst. Nou, dat is voor niemand interessant. Deze kan weg. Boop. Surprise, surprise. Een bonnetje van de TK Maxx van mijn schoenen die ik laatst heb gekocht. Zijn een soort namaak Jezus. Zijn een soort namaak Uggs en ze zitten echt super fijn. Maar... Oh, ik zou ze eventueel nog terug kunnen brengen, maar ja. Nee, ik heb ze al gedragen, dus dat ga ik niet doen. Deze kan weg. Zakdoekjes, zoals gewoonlijk. Ze plakken niet eens meer, maar ach. Wauw. Dit is een shirtje dat ik heb gekocht bij de H&M. En ik vind hem super leuk en ik ben ook echt van plan om hem te dragen. Maar ik was hem al kwijt en ik wist niet waar dat hij in zat. Maar hij zit dus hierin. Deze is van Richard Allen. En hij was 10 euro en ik heb een maat S. Hij is wel echt, hij is wel heel leuk. Hij is wel druk. Het is niet wie ik normaal gesproken ben. Maar het is gewoon lekker. Een shirtje met lange mouwen is gewoon altijd fijn. Vooral omdat ik een koukleun ben. En ik had Freddy My Love. Een andere versie van dit shirt. Van de, in ieder geval deze kledinglijn. Zien dragen. En ik vond hem echt super leuk. Maar ik vond deze uiteindelijk leuker. Dus ik heb deze gekocht. Dus deze moet in mijn kast. Gooi hem even, ligt hij daar in de weg? Iets verder. Yes, oké. Okay. En dan heb ik nog de bon van dat shirt. Nou, die bon die komt weg. Oh. En er ligt 10 cent in te vallen. Oké. Okay. Nice. Rijker dan ik dacht. Oké, okay. Dan zit er nog een heel minuscuul zijvakje zit erin. Wel met rits. Dus dat is gewoon fijn. Maar die is leeg. Dus. Ja. Oké. Okay. Next. We zijn er bijna. Nog 3. Oké. Okay. Shocker. Weer een Michael Kors. Deze heb ik gekocht toen ik op vakantie was in Duitsland. Omdat ik heel graag een rugzak wilde. En ik vond deze gewoon echt super mooi. Het ging tussen deze of een... volgens mij was die wit met het hele MK label over de tas heen. Maar uiteindelijk is het deze geworden. En deze zit heel vol. Deze heb ik ook best vaak bij de tas. Dus laten we beginnen met dit kleine voorvak. Ja, ik weet niet precies wat het is. Maar ik kan er ook niet echt heel veel in doen of zo. Maar daar zit een hoesje in van een herbruikbare tas. Ik weet niet waar die tas is, dus deze haal ik eruit. Maar ik gooi hem niet weg. Ik moet alleen die tas vinden. En die ligt waarschijnlijk beneden. Ja, laat ik dit maar het voorvak noemen. De bekende chili doekjes. En heel veel bonnetjes. Deze is van... Oh, deze is... Dit is een bon van Krefeld. Van... Oh, dit is van de Edeka. Kom al weg. Dit is een supermarkt in Duitsland. Hetzelfde geval. Een bonnetje van de TK. Van de TK Maxx, maar... Oh nee, dit is in Eindhoven. 11 augustus, dus ik denk dat die wel weg kan. Wat is dit? Een bonnetje van... Ik weet niet eens wat deze bon van is. Maar het is oud en deze kan dus weg.
twee haarelastiekjes. Echt geen wonder dat ik al mijn elastiekjes kwijt was. Ze zitten gewoon in tassen. En 30 cent. Woehoe, dus ik heb al 40 cent in totaal bij elkaar. Hoera. Oké, nou, deze is leeg. Oh, trouwens, de binnenvoering van deze tas is ook gewoon met de merknaam all over the place. Dus niks bijzonders. Het grote vak. Ja, ook hier zit van alles in. Een blikje voor maandverband in te doen. Zoals ik al zei, iemand met fibromyalgie heeft heel veel paracetamol nodig. Dus paracetamol zit er in mijn tas. Wat is dit? Metoclopramide. Geen flauw idee wat dit is, dus dat gaat weg. Want ik ga geen medicatie gebruiken waarvan ik niet weet wat het is en wat het doet. Oké, okay. Wat is dit nou weer? En een nooikoorts tabletje. Haha, shocker. Oh, nou valt hij in het grote vak. Oké, dat was dus dit achterste vakje, zeg maar. Dan hebben we daarvoor nog een vak. Oh, aan de andere kant. Met een rits en die is leeg. De twee mini vakjes hier voorin zijn ook leeg. En dan heb ik alleen nog het hele grote vak. Een bonnetje van de TK Maxx in Duitsland. Nog één. Kunnen jullie merken dat de TK Maxx mijn favoriete winkel is om dingen te kopen? Zo niet, dan weet je het nou. Twee paar zakdoekjes. Deze is van Mitch. Dit is Mitch zijn selfie stick. Die moet ik nog steeds aan hem teruggeven. Oeps. Oh. Huh? Zitten die hier nog in? Oké. Mijn oordopjes voor als ik ga vliegen. Omdat ik ontzettend last van mijn oren krijg in het vliegtuig. Dus. Ik heb FlyFit vliegtuigoordopjes gekocht. En ze werkten goed. Dus aanrader als je oorpijn hebt tijdens het vliegen. Maar die hoeven niet meer in mijn tas. Dus die leg ik ergens in de kast of zo neer. Dat weet ik nog niet. Een cijferslot. Waarom zit deze in mijn tas? Ik heb echt geen flauw idee. Ik weet het niet. Maar die kan er in ieder geval uit. Heb ik niet nodig in een tas. Twee haarelastiekjes. Goh, ik heb al bijna al mijn elastiekjes terug, jongens. Een bonnetje van Superskunk. Superskunk. Oh, dit is waarschijnlijk de winkel in Spanje aan het bonnetje te zien. Oh, ik dacht dat was dit. Je kan je portemonnee of iets kan je hier aanhangen. Dat is wel super handig, want dan pakken ze hem nooit zomaar uit je tas. Dit is trouwens wel een van de beste tassen die ik heb. Dus. Ja. Deze tijd hebben we gehad, want het zal vast niet meer warm worden. Maar dit zijn mijn waaiers die ik in Fuengirola heb gekocht. Fuengirola is een plaats in Spanje en daar ben ik dit jaar met een meisje op vakantie geweest. Deze heeft gewoon bloemetjes aan allebei de kanten en dit is wat harder materiaal. Deze heb ik gekocht in het hotel. Want ik vond deze kant met name gewoon heel erg mooi om te zien. En hij wabbelt fijn. Dus. Ik heb nog nooit een waaier gehad. Dus dit was echt de allereerste. En daarna heb ik deze er nog bij gekocht. En hier staat echt gewoon van alles op. Bovenin staat maar rode letters. Met rode letters Fuengirola. En er staan dan. Oh. Jezus. Er staan boten op. Er staat beelden staan erop. Hotels staan erop. De haven staat erop. Gewoon een leuke waaier. Hij is wel groot. Maar
8. Oké, en dat was deze tas leeg. Ook, moet ik deze uitkiepen? Nee, gewoon wat productjes eruit. Ja, dus echt, er zijn gewoon... echt van die dingen die ergens losgelaten hebben ofzo. Oké. Hop, weg. Oh, ik moet wel natuurlijk wel mijn tas ook weer inladen. Goed zo, Anouk. Oké, zakdoekjes. Nou ja, deze hoeven er niet in. Stafjesstuk laat ik eruit, geef ik aan Mitch mee. Deze doekjes laat ik er ook wel uit. Kunnen in mijn logeertas. Ja, oeh. Oké. Deze er weer terug in. Nou, ik hoef niet 3 pakjes zakdoekjes. Dus. Oké. Ik heb ontdekt dat mijn portemonnee nog hier ligt. Dus laat ik daar die 40 hele cent maar even in doen. Zo. Ik ben heel slecht trouwens in dingen wegdoen. Dus niet alleen met tassen, dus ook met kleren of met make-up of weet ik veel, met elk dingetje. Ik hecht me heel snel aan voorwerpen. Ik vind het lastig om dingen weg te doen. Daarom heb ik ook zoveel tassen. Je hebt echt niet zoveel tassen nodig, geloof me. Als je er 1 of 2 hebt, dan heb je er meer dan genoeg. Dus ga er ook niet bij kopen omdat ik zo'n tas heb. Tenzij dat je hem echt wil en hem heel mooi vindt, dan ga vooral je gang. Maar zie het alsjeblieft niet van, oh, iemand heeft zoveel tassen, dat moet ik ook. Je kan maar 1 tas tegelijk meenemen, soms 2 als je ergens heen moet. Dus. Dit is de laatste tas die ik in Roermond heb gekocht in de outlet. Ook van Michael Kors. Deze is in een bruin en heeft hier allemaal stutjes zitten. Een hangertje met MK erop. Let's see what's in here. Oh, niet heel veel. Ik dacht dat hier meer in zat. Sorry. Oh, mijn hand past niet eens in dat vakje, hoor. Och, wat is dit? Oké, ik weet niet wat dit is. Dit ziet eruit als... ik weet niet, tramadol of zo. Dus die gaat weg. Heb ik niet nodig. Ik leef alleen nog maar op paracetamol en ibuprofen. Want van alle andere medicatie krijg ik zo'n heftige bijwerking dat ik er niet moet stoppen. Dus. En dat waren al mijn tassen. Hoeveel tassen heb ik nou eigenlijk? 15 tassen, als ik goed heb geteld. Ik weet niet wat ik dacht. Maar goed. Ik moet wel zeggen dat ik elke tas... Oké, op de echte wat oudere en de wat beschadigde tassen na... gebruik ik ze eigenlijk bijna allemaal. En ik probeer ze ook een beetje te roleren dat ik niet elke keer dezelfde tas bij heb. Maar ja, achter mij liggen ook nog steeds wat tassen. Ja. Het is niet nodig, maar het is nou helemaal zo. Oké, dus dit is de uiteindelijke schade. Hij is best wel groot. Ik had troep verwacht, maar ik had niet zoveel troep verwacht, moet ik heel eerlijk zeggen. Al mijn tassen liggen nog voor mij op de grond. Die ga ik zo weer opruimen. En ook achter mij liggen nog een paar tassen. Maar ja. Ruim dus gewoon je tassen 1 keer in de zoveel tijd op. Dan voorkom je dit.